deze nieuwe video. Let niet op hoe ik eruit zie. Het is echt vroeg in de ochtend. Het is letterlijk 1:01, zoals je kunt zien. Het is vandaag woensdag en woensdagen zijn altijd mijn self-care dagen waarin ik van alles ga doen om mezelf klaar te maken voor het weekend. Niet dat ik altijd van alles doe in het weekend, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik begin vandaag mijn dag al heel vroeg. Normaal doe ik al mijn dingetjes pas in de avond, maar ik heb vandaag een lash lift afspraak. En als ik die lash lift heb gehad, dan mag mijn gezicht of ja, mijn wimpers 24 uur niet nat worden. Dus ik dacht, aangezien ik vandaag een masker wil opdoen, et cetera, ga ik dat al tevoren doen en dan kan ik gewoon lekker mijn gezicht nat maken. Dus dat gaan we eerst doen. Even kijken. Mijn gezicht is nou helemaal gewassen. Ik heb het net gewassen. Hier zijn al mijn maskers. Ik heb er echt heel veel. Zoals je kunt zien, elk masker doet iets anders. En het hangt er vanaf in welke staat mijn huid is of in welke masker ik gewoon zin heb. Of gewoon welk effect ik wil. Welk maskertje ik neem. Ik ben nou de afgelopen tijd wel into dit masker. Ik probeer altijd wel gewoon één masker aan te houden. Want ja, dan weet ik gewoon echt goed of die werkt. Hallo, focus. Ja, deze. Deze is ook echt heel goedkoop. Dus ik denk ook echt dat ik vandaag deze ga doen. Ja, ik denk het wel, jongens. Deze is nu ook al bijna op. Of ja, bijna. Bijna is. En dit masker is heel fijn omdat hij mijn gezicht een beetje laat glanzen. En het maakt het lekker schoon. Dus deze gaan we even opdoen. Dit is een kwast van de Boozy Shop, de Face Mask Brush. Deze vind ik heel fijn, want hij heeft dus twee kwasten aan beide kanten. En je kunt dan gewoon per masker kijken welke kwast het beste werkt. Maar meestal gebruik ik gewoon deze zachte kant. Ik probeer altijd ongeveer 2 of 3 keer per week een masker aan te brengen. Lukt me niet echt. Meestal is het wel gewoon echt 2 keer of maar 1 keer. Want ja, ik heb ook gewoon niet altijd zin. Maar woensdag is sowieso altijd mijn beauty dag. Dus dan doe ik echt alles. En met alles bedoel ik ook echt alles. Dus niet alleen mijn gezicht, maar ook mijn haren, olie, mijn lichaam. Gewoon echt van alles. En dat ga ik dus vandaag samen doen met jullie. Ik heb ook vandaag 2 afspraken staan voor dus mijn lash lift en ook mijn nagels. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon vandaag mee de hele dag. Nu ga ik dit masker 20 minuten op laten zetten. Het moet een kwartier tot 20 minuten. Ik doe altijd het langste wat kan. Dus 20 minuutjes en dan kom ik zo bij jullie terug. 20 minutes later. Daar ben ik weer. Het masker zit er nu 20 minuten op. Ik ga even met dit klepje mijn haar hierachter vastmaken. Zodat als ik mijn gezicht was, niet mijn haar op mijn gezicht komt. Ik heb gewoon dit handige make-up remover doekje. Die maak ik gewoon een beetje nat. En dan ga ik gewoon zo het masker eraf wrijven. Oh, volgens mij heb ik het nog helemaal niet verteld. De reden dat ik zo vroeg op ben is omdat ik mijn lash lift afspraak al om 9:30 heb. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Zo, dit is helemaal klaar. Ik hou altijd van hoe mijn gezicht aanvoelt als ik een masker op heb gedaan. Dan nu ga ik douchen. Ik weet wel dat ik vanavond ga zelf bruinen. Dus ik moet nou ook in de douche mijn lichaam gaan scrubben. Dus dat ga ik ook al nu doen. Dan heb ik dat al gehad. Ik zal jullie laten zien welke scrub ik gebruik. Ik gebruik normaal altijd deze. Deze heb ik volgens mij ooit gehad in een goodiebox of ik heb hem gewoon besteld bij Douglas. Nee, volgens mij heb ik hem gewoon besteld. En deze vind ik heel fijn. Dat is een hele fijne lichaamscrub. Maar ik heb dus in afgelopen goodiebox deze ontvangen. Dus ik denk dat ik nou voor nu eventjes deze wil gaan testen, want ik ben heel benieuwd. En ik heb ook deze scrubsteen. Deze had ik ook ontvangen in een goodiebox. En deze gebruik ik voor hardnekkige plekken. Dus als er echt nog een plek is waar nog heel veel zelfbruiner zit, wat ik niet af wil, bijvoorbeeld op mijn voeten is dat vaak, dan kan ik het zo lekker hiermee eraf scrubben. Deze is echt heel hard, heel ruw. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké, jongens, ik heb gedoucht. Mijn huid voelt zo zacht aan. Altijd na een lichaamscrub voelt je huid echt super fijn aan. Ik ga ook elke dag in met een body lotion of een body crème of sowieso altijd iets voor het lichaam. Ik ben nu into de Body Shop Avocado Body Butter. Die is ook echt heel fijn voor een droog huid. En heel veel mensen vragen me ook in de zomer hoe ik mijn benen zo laat glanzen. Als ik weet dat het mooi weer is en ik mijn benen ga laten zien, dan mix ik mijn body crème, welke ik ook gebruik, maakt niet uit, met de Huda Beauty Nymph Body Highlighter.
deze is echt geweldig. Ik heb hem in de kleur Aphrodite. Echter, als je hem alleen gebruikt, is het niet mooi. Dan is het te heftig. Dus mix gewoon een paar druppels met je lichaamscreme. En dan ben je klaar. Oké, jongens. Ik zit in mijn beauty room. Ik heb heel even snel mijn haren gefixt. Gewoon zo'n halve staart omhoog. Mijn haar is echt vies. Het moet echt worden gewassen. Maar ik ga het morgen wassen. Want vanavond ga ik er nog van alles mee doen. En dat laat ik jullie straks zien. Dus voor nu ja, is het gewoon eventjes dit. Nou ga ik even mijn gezicht een beetje fixen. Zelfs als ik geen make-up op heb, fix ik mijn gezicht een beetje. Ik doe even mijn haartjes mooi omhoog. Gewoon met een droge spoelie. Er zit verder geen product in ofzo. Dan ga ik in met een dagcreme. Deze is echt heel fijn. Ruikt ook heerlijk. En geeft echt een hele mooie glowy effect aan je gezicht. Hij is bijna op. Ik breng altijd wel wat dagcreme aan. Want ik heb een vrij droge huid. Dus er mag best wel wat worden aangebracht. Maar hij is bijna op, jongens. Oh my gosh. En dan trek ik het ook altijd door naar mijn nek. Want die moet je ook bijhouden. Want ook je nek wordt oud. Je kunt altijd aan iemands nek zien of ze oud zijn of niet. Oké, dat laat ik een beetje inwerken. Terwijl ik dat doe, ga ik mijn lippen scrubben. Ook heel belangrijk. Ik gebruik deze lipscrub. Deze is ook echt heel fijn. Had ik ook ontvangen in een goodiebox. Zoals je kunt zien, worden mijn goodiebox producten echt goed gebruikt. Deze is ook bijna op. En ik pak altijd gewoon een wattenschijfje. Daar breng ik een beetje van de scrub op, zeg maar. En dan zo mijn lippen scrubben. En dan een lipbalmpje. Ik gebruik deze van Catrice. Hoe heet deze? De Hawaiian Blossom Glow Lip Balm. Deze is heel fijn. Hij is rood, maar hij brengt niet rood aan. Hij brengt een heel klein beetje rood aan. Een hele lichte kleur, maar het is gewoon wel een transparante balm. Dan ook nog mijn Essence Under Eye Stick. Dit is een verkoelende stick. Deze is echt heel fijn. En die breng ik altijd gewoon zo onder mijn ogen aan. Om het daar te depuffen en een beetje te verkoelen. En dan last but not least, SPF. Ik gebruik deze SPF van Clarins. Jongens, vergeet je SPF niet. Als je naar buiten gaat, breng het aan. Of er nou zon is of niet. Extra met zon. Maar ook al is er geen zon, er zijn altijd stralen. Dus breng altijd een beetje SPF aan. SPF gaat echt heel veel verschil maken in het ouder worden van de huid. Dus dat is echt heel belangrijk. Ik breng het gewoon echt altijd aan als ik weet dat ik naar buiten ga. En dan zijn we klaar. Vandaag wordt dus de hele vlog gewoon met mijn blote gezicht. Maar dit is dus altijd wat ik doe. Ook al doe ik geen make-up op. Ik prep mijn gezicht altijd. Want skincare is gewoon belangrijk. En als ik dit niet doe, dan voelt mijn huid ook gewoon niet zo fijn aan. Een beetje droogjes of zo. Dus ik vind het altijd heel fijn om dit gewoon te doen. Zodat mijn huid er gewoon altijd mooi uit blijft zien. Voor de geïnteresseerden, dit is mijn outfit van de dag. Gewoon echt super simpel. Dit is eigenlijk een in-huis lounge set. Maar ik draag hem ook gewoon naar buiten. Deze is echt super fijn. Hij is heel zacht. Deze is van Shein. Deze hele lounge set. En deze tas is net nieuw van de Kruidvat. Deze is echt super cute. En ik vind hem heel leuk staan met deze outfit. Oké, jongens. Dit is niet echt de beste angle. Maar whatever. Ik moet het eventjes gewoon zo doen. Ik ben nu onderweg naar mijn lash lift afspraak. Dit is nu mijn tweede afspraak. Ik heb het al één keer gedaan een aantal weken geleden. Het moet dus 6 tot 8 weken blijven zitten. En het heeft echt gewoon ruim 8 weken gezeten. Dus ik ben echt in shock. Ik dacht echt van nou, dit gaat hem echt niet worden. Dit blijft misschien 2, 3 weken of zo. Maar ik ben echt in shock. Dus ik ga het gewoon nou weer doen. Ik ben nou echt zeker 8 weken verder. Of misschien zelfs wel meer. Ze zijn alsnog nog niet helemaal gezakt. Maar al wel een heel groot verschil met in het begin. Als je je afvraagt, Sarah, waarom doe je een lash lift en niet gewoon wimper extensions? Dat is dus omdat ik die niet fijn vind. Ik vind het altijd fijn om in mijn ogen te kunnen wrijven. Plus het is niet fijn met opmaken. Dus daarom doe ik een lash lift. Ik ben er. Hier is het. Ik ga stuk op mezelf. Dit is niet echt de beste angle. Oké, dan is gewoon dit de before. Ja. Oh, ik heb weer lange wimpertjes. Altijd wanneer ik helemaal zo doe, heb ik zo'n grote neus. Ik ben er weer heel blij mee. I love it. Thank you very much. You're welcome. One eternity later. Ik zit weer in de auto. We zijn een aantal uur verder. Want nu is het tijd voor mijn tweede afspraak voor vandaag. En dat is voor mijn nagels. Dit is dan hoe mijn nagels er nou uitzien. Elke 3 weken laat ik ze doen. Maar ik denk dat ik toch echt een beetje extra ga zijn. En ze voortaan elke 2 weken ga laten doen. Want kijk even hoeveel uitgroei er al is na slechts 3 weken. Kijk dit. Ik vind ze er echt niet meer uitzien. Dus misschien dat ik het ga veranderen naar 2 weken. Is iets waar ik al best wel lang over nadenk, maar de hele tijd niet doe, omdat ik het een beetje, ja, een beetje overdreven vind. Maar ik denk toch dat ik het ga doen. Zoals je ziet zijn ze best wel lang en dramatisch. En ik denk dat ik nu voor iets meer naturel ga. Misschien gewoon kort en wit of zo. Dat lijkt mij wel leuk. Oké, jongens, ik ben er. Ik ben altijd zo enthousiast om mijn nageltjes te doen. Mensen willen zien hoe jij het doet. Wauw. Helemaal wauw, alsof er al iets is gedaan. Mooi.
Oeh, echt mooi. Mooi, hè? Zo mooi wit. Beautiful. En het is weer kort. Short nails. Wacht. Onder het licht. Ja, ik vind het echt mooi. Thank you very much. Ik ben thuis. Ik heb dus net mijn nagels laten doen. Ik vind het super mooi. Normaal maak ik zelf gewoon thuis mijn teennagels ook wit. Gewoon precies zo. Maar deze keer ga ik iets nieuws proberen, jongens. Ik heb dus dit besteld. Ik weet niet of dit iets gaat zijn. Ik heb geen idee. Maar ja, ik wil het gewoon gaan proberen. Ik had ook online gezien dat een meisje alleen maar dit zo plakt op haar grote teen. En de rest gewoon normaal doet. Dus misschien dat ik dat doe, maar ik ga in ieder geval proberen om ze gewoon allemaal aan te brengen. Ik heb hier ook de rest van mijn attributen. Toen ik vertelde dat ik dus dit vandaag op mijn voeten ging doen, toen heb ik dit gehad van het meisje die mijn nagels doet. En ze zei van voordat je deze opplakt, moeten je voeten een beetje ruw zijn. Dus je moet dan dit even eroverheen scrubben. En dit om mijn teennageltjes te knippen, om ze uit elkaar te halen en gewoon een normale vuil. Dus ik ben echt heel benieuwd of dit iets gaat zijn. Ze zijn nou ook gewoon nog wit. Ik heb mijn voeten basically altijd gewoon wit of zwart. Oh, ik haat het als mensen naar mijn voeten kijken. Let's do it. Mensen, ik vind het best wel goed gelukt. Kijk even dit, ik ga stuk. Dit ziet er zo raar uit. Maar ik vind het op zich echt best wel mooi. Gewoon alsof ik een echte pedicure heb gehad. En ik heb er nog een aantal over. Er zitten hier volgens mij hoeveel in? 24. 24 stuks. Dus je hebt ook een heleboel als er eentje afvalt. Of als je gewoon een nieuwe set wilt. Dan heb je nog een heleboel extra over. En hier is de lijm. Die is ook nog goed. Maar ik moet zeggen, ik vind het echt best wel goed gelukt. Ik ben heel benieuwd hoe het blijft zitten. Of het ook in de douche gewoon goed blijft, et cetera. Maar voor nu vind ik het er echt wel gewoon goed uitzien. Het is gewoon net mijn echte nagels. Ik ga stuk. Love it! Nou, mijn teennagels zijn gedaan. Jongens, we hebben vandaag echt al een hoop gedaan. Maar er zijn nog een aantal dingen die ik nog wil doen. Een van de dingen is weer iets nieuws. En dat is voor mijn tanden. Ik ga mijn tanden bleken. Ik heb mijn tanden nog nooit gebleekt. Gewoon vooral omdat ik bang ben. De camera valt. Oh my gosh. Oké, hopelijk staat hij zo weer goed. Ik heb dus nog nooit mijn tanden gebleekt omdat ik gevoelige tanden heb. En ik ben echt als de dood dat het nog gevoeliger wordt. Ik ben al heel te bang dat mijn camera gaat vallen, want hij staat echt heel fragiel. Oké, we gaan goed door. Een aantal maanden geleden, echt heel lang geleden, heb ik zo een tandenbleekset ontvangen in PR. Deze, de Babe Smile Kit. En tot de dag van vandaag heb ik hem niet gebruikt, gewoon uit angst. Maar ja, ik wil toch echt heel graag mijn tanden bleken, want ja, ik vind ze echt best wel geel. Ze zijn niet heel geel, ik poets ze gewoon en alles. Maar het kan wel echt een stuk lichter, dus dit ga ik gewoon vandaag doen. Als eerste moet ik gewoon mijn tanden poetsen. Dus dat ga ik eerst doen. Oké, nou mijn tanden zijn helemaal schoon. Laten we nou ingaan met deze kit. Oh, als mijn tanden nog gevoeliger worden dan dat ze al zijn, dan ben ik echt niet blij. Als je de kit opent, is dit wat je krijgt. Hier een boekje. Zo wordt een tandenvergelijkding om te zien hoeveel het verandert. En hier is dan de hele kit. Ik kan dus hier gaan vergelijken, want zo meteen na de eerste keer al zou ik verschil moeten zien. Dus ik ga even kijken hoe geel de mijne zijn. Wat valt op zich wel mee. Ik zit denk ik een beetje hier. Nee, ik denk dat dat toch best wel hoog zit. Ik denk nummer 8. Deze. Ik denk dat het deze is. Nummer 8. Oké, onthouden nummer 8. Voor optimaal resultaat moet je hem 7 dagen lang 1 keer per dag gebruiken. En dan gewoon om de 2-3 maanden. Maar als je het dus zo vaak achter elkaar gebruikt, dan blijven ze langer wit. Oké, hier onderin zitten de gel sticks. Ik vind de verpakking trouwens heel mooi. Zo mooi roze en wit. Er staat dat je maar een dun laagje hoeft aan te brengen. En je moet hem gewoon zo draaien. En dan komt de shell eruit. En dan gewoon een dun laagje aanbrengen op je tanden. En dan deze. 15 minutes later. Daar ben ik weer. Hij gaat dus gewoon vanzelf uit. Dus je hoeft niet op te letten. En dit is nou hoe mijn tanden eruit zien. Ik denk echt dat ik verschil zie, jongens. Laten we even gaan vergelijken. Ik zat dus eerst echt op 8. Ik denk 6. Kijk, deze. Deze hier.
Ja, het is echt zeker geen 8 meer. Nou is het echt een 6. Oeh. En mijn tanden voelen helemaal niet gevoelig aan. Ik weet niet waarom ik er zo bang voor was. Ja, het is echt een 6 of een 7. Eén van de twee. 1 of 2 tinten minder. Nou, ik ga dit zeker voor 1 week elke dag doen. En dan ben ik benieuwd wat het wordt aan het einde van de week. Het had echt zeker nut. Oeh, I like it. Oké, ik heb even mijn badjas aangedaan. Want het is nu tijd voor de 2 laatste self-care dingen. Die ik ook altijd doe op woensdag. En dat is mijn haar en mijn lichaam. Ik ga beginnen met mijn haar. Ik was mijn haren 1 keer in de week, want als je krullen hebt, hoeft het maar 1 keer in de week. En dat is echt nu. Mijn haar ziet er niet meer uit. Het is plat, het is pluizig. Dus daarom heb ik het ook zo vast voor de helft. En het is nu tijd voor een olie treatment. Ik doe 1 keer in de week een olie treatment. Meestal op woensdag, af en toe ook andere dagen. En die ik nu gebruik is deze. Deze. Dit is een knoflookolie. Ik vind hem heel fijn. Deze is gewoon kant en klaar te koop. Ik zet ook alles beneden in de beschrijving. Maar wat ik ook vaak doe is dat ik gewoon verschillende olieën haal en ze dan mix. Bijvoorbeeld kokosnootolie en arganolie is ook een hele goede mix. En ik doe dit zodat mijn haar niet meer zo droog is, sterker wordt en ook meer haargroei en snellere haargroei. En ik zie echt verschil sinds ik dit echt wekelijks doe. Ik doe dit echt elke week, dus het maakt echt verschil. Mijn haar is nou zo gezond, I love it. Oké, ik ga eerst beginnen met even deze staart uitdoen. En dan ga ik mijn haar een beetje doorkammen. Niet te veel, het hoeft niet helemaal klitvrij te zijn. Dit is dus waarom je krullen nooit droog moet kammen, want dan gebeurt dit. Dan is er niet meer mee te werken, maar omdat ik er nou een olie in ga doen, maakt het niet uit. Oké, de olie. Je brengt het aan op je hoofdhuid, want daar moet het zitten, want dat gaat ervoor zorgen dat je haar echt gaat groeien en daarna pas op in de rest van je haar. Deze stinkt wel echt. Het is echt geen lekkere geur, maar zodra je je haar wast, is de geur helemaal weg. Dus wees niet bang dat die geur in je haar blijft ofzo. Kijk even mijn haar. Het zit nou helemaal onder olie. Ik heb echt veel haar, jongens. Dan heb ik deze crunchy en dan ga ik crunchy, hoe heet dat? Crunchy volgens mij, I'm not sure. En dan ga ik gewoon zo een hoge knot maken en ik ga gewoon hiermee slapen. Ik laat het gewoon de hele nacht intrekken. En dan in de ochtend was ik gewoon mijn haar of wanneer ik ook wil. Hoe langer je het laat zitten, hoe beter het intrekt. Omdat ik niet wil dat mijn hele bed onder knoflookolie zit, heb ik deze plastic haarnetjes. Deze kun je super super goedkoop halen bij de AliExpress. Ik heb er like 100 voor like 20 euro, voor like 2 euro of zo. Deze maak je zo open en die doe ik dan zo op mijn hoofd. En zo ga ik dan slapen. Het is niet echt de meest aantrekkelijke look, maar je moet iets. Oké, iets wat ik ook doe, dat ga ik niet nu doen, want dat ga ik pas doen als ik mijn haren ga wassen. Maar ik wil het toch laten weten aan jullie, en dit helpt echt ontzettend met haargroei en haardikte, is rijstwater. Ik heb mijn rijstwater al gemaakt. Dit is gewoon letterlijk rijst met water. Die laat je 24 uur zitten en daarna moet je hiermee dus je haren gewoon spoelen. Dit is graanrijst, maar normaal gebruik ik normale rijst, maar ik had niks anders. Dus met dit water, ik gebruik alleen maar het water, doe ik dan als ik mijn haren heb gewassen, spoel ik het hiermee uit en daarna weer met gewoon normaal water. En dit is echt een proteïneboost voor je haar. Dus dit doe ik ook 1 keer in de week als ik mijn haren was. Nou jongens, we zijn bijna klaar met deze self-care dag. Jongens, ik heb vandaag zoveel gedaan. I love it. Ik ben straks weer helemaal fris en fruitig. Het laatste is mijn lichaam. Ik ga zelf bruinen. Als je mij volgt, weet je dat ik dat ongeveer 1 keer in de 2 weken doe. Ik gebruik altijd de mousse. Ik gebruik Simply Tanned Mousse in de kleur Ultra Dark. En dan gewoon deze handschoen. En deze super handige klep van Pony Sands. En deze is dus om zo je rug te kunnen doen. Deze is gewoon te koop bij Douglas. Als je echt precies wilt weten hoe ik dit doe, ik heb er laatst een video over geplaatst. En daarin vertel ik van begin tot eind hoe je makkelijk en goed kunt zelf bruinen. Dus bekijk die video als je echt precies wilt weten hoe ik dit doe. Deze ga ik nou aanbrengen over mijn hele lichaam. Ook hiermee ga ik slapen. En in de ochtend was ik het er gewoon helemaal af. En dan heb ik een mooi bruin tintje. Nou mensen, dit was het dan. Ik ben lekker bruin. Dit is niet de bruine kleur die blijft. Dit is een heftige bruine kleur. En die is zo dat je kunt zien waar je het hebt aangebracht. En of je misschien een plekje hebt overgeslagen of zo. Even een lipbalmpje, want mijn lippen zijn echt droog. Nou, en dit is dan het einde van de dag. Ik zie er niet uit, maar dit is het allemaal waard om er morgen van
fantastisch uit te zien. Ik hoop dat jullie de vlog van vandaag leuk vonden. Een lekkere self-care dag. Dit doe ik dus allemaal elke woensdag of een andere dag. Voor de mensen die nooit tijd nemen voor zichzelf. Jongens, maak wat tijd voor jezelf. Je hoeft er niet echt een hele dag van te maken als wat ik vandaag heb gedaan. Pak gewoon een uurtje of twee en doe lekker een maskertje op. Ga in bad als je een bad hebt. Maar neem af en toe wat tijd voor jezelf. Doe een haarmaskertje in. Doe gewoon wat jij fijn vindt om te doen. Want vooral voor ons vrouwen is het belangrijk dat we af en toe wat me-time hebben. Nou, dit was dan het einde van de dag. Ik ga nu naar bed en dan ga ik weer slapen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!